tegen een vergoeding? Want ja, het kost Mary ook geld om wol te kopen en dan de uren die erin zitten. Dus ja, voor niks gaat de zon op, zeggen we dan. Rijka. Ja, zoals jullie zien, we zijn bij Mary aanbeland. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. En natuurlijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. De beesten, nou ja, ik heb er nog maar twee. Maar ja, wat er gebeuren gaat, ga ik jullie niet vertellen. Nee, nog niet, jullie merken het wel. Maar we leven vandaag op vrijdag 6 oktober om 9 minuten over 2. Ja, en ik schakel pas laat in, maar ik heb al wel het een en het ander gedaan. Dat komt nog wel, daar heb ik geen zin aan en het zit, hangt me ook niet op mijn rug, ik hoef het niet mee te dragen, niks. Astrid is boven bezig, we hebben koffie gehad en al, dus ja, genoeg gedaan alweer. We gaan als Astrid weggaat, ook weg. Rijka gaat mee, neem jullie ook mee. Gaan we naar Mary toe. Ja, en Mary die haakt dus heel veel dingen. Sociale dekentjes of wat dan ook. Ik ga Mary straks eens even bellen en dan zeg ik van zoek even eens een paar dingetjes op wat jij allemaal maakt. Ze hoeft niet alles te pakken, maar ze kan dat ook gaan vertellen, maar ze moet een paar dingetjes van mij laten zien. En ja, misschien dat jullie daar interesse in hebben voor degene die dat zelf niet kunnen maken tegen een vergoeding. Want ja, het kost Mary ook geld om wol te kopen en dan de uren die erin zitten. Dus ja, voor niks gaat de zon op, zeggen we dan. Het is niet altijd gratis. Nee, dus ja, dan staat er natuurlijk wel wat over. Zo heeft ze ook eens een keer een sjaal gemaakt. Die kan ik zelf laten zien. Moment, ga ik pakken. Ja, ja. Die gaan we even bijpakken. Ja. Gaan we er even bijpakken. Hoofd, blijf gaan. Die andere die kent ook even de weg. Die andere, die wel even. Zo. Zo, dan ben je weer. Dat is een hele mooie sjaal. Maar ook duurder wol dan normaal. Gewone wol, want hier zit, ja, wil ik lurek zeggen, weet ik van wat dat, nee, zeg maar een gouden draad er doorheen. Je hebt natuurlijk met zilver, et cetera. Mag ik even, Rijka? Hup. Maar, dat was eerst gewoon een enkel sjaal, lekker lang, maar ik zei, waarom maak je hem in het midden niet aan elkaar vast? Nou, dat heb ik dan zelf gedaan. Die zit hier vast. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik heb dat gewoon heel mooi gedaan. Dus het is nou een koolsjaal. Maar ik heb oorbellen aan. Met vleer. Dat zijn mijn vleermuizen. Dat gaat er doorheen. Je moet niet van die gekke oorbellen dragen die ik nu in heb. Maar ik doe hem dan dubbel. Nog weer een keer. Oh. Zo. Moet die even dicht gaan. En dan is het weer over je koppie heen. En dan kan je hem aantrekken natuurlijk, net wat je wilt. En dan kan je hem nog. En je kan hem ook zo dit lekker dicht doen onder je jas. Maar je kan hem ook nog een keer over je hoofd doen. Ja, het is maar net wat je wilt. Maar ik kan niet tegen het hele benauwde, dus ik heb het ook open dan. Ja, want anders krijg ik het idee, ik word gesmoord. En dat moet me niet. Nee, dat is dan niet een lekker gevoel. Maar dat maakt Mary dus ook heel erg mooi. Maar ze maakt ook dekentjes. En voor op de kinderwagen. En voor op je bank. Noem maar op. En ja, wat voor kleuren. Ja, van alles en nog wat. Dan moet ik die naam weer vinden. Die is hier. Dus ja...
En deze, dat is echt een mooie feestsjaal. Ja toch? Voor een feest. Als je uit eten gaat, nou ja, dit jaar zal dat wel moeilijk gaan. Maar als je netjes gekleed moet, uit de deur uit moet, nou ja. Zou ik zeggen, vraag het aan Mary. Ja, heel leuk, heel goed. Dus, ja, gaan we gewoon doen, toch? Ja, gaan we gewoon doen. Gaan we Mary even helpen om de boel een beetje, dat ze wat geld ervoor krijgt. Ja, dat ik zou zeggen, doe mee, gezellig. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer en wees erbij. Ja, dat ik zou zeggen, tot straks, doei! Nou, ik heb net Mary gebeld. Ze vindt het een heel leuk idee, maar nu nog niet, want ze heeft alles wat ze al heeft gemaakt in dozen gedaan en dat staat boven op de zolder. Dus dan moet dat arme mens moet dan de zolder op en moet het opzoeken. Want ja, in welke doos het zit, weet ze het allemaal niet. Dus ja, ze zegt dat heb ik allemaal in dozen gedaan en wat waarin zit, weet ik niet zo. Dus ze zegt dat komt dan wel eens. Ik zeg nou, dat is goed. Maar jullie gaan wel mee, maar we hebben het dan niet over sjalen of wat dan ook. Maar jullie weten het nou wel in ieder geval. Dus willen jullie iets hebben, dan kan jullie even goed nog bellen, ja. Gewoon doen, ja. Bellen, mij appen. Je kan ook naar Mary Hocke appen, tenminste appen op Facebook is het te bereiken. Ja, en ze woont ook in Den Helder en het is ook een oudere dame, ouder nog dan weer, ik. Ja, en als jullie terug gaan kijken, dan komen jullie Mary ook tegen in vlogs. Dus ja, dat is makkelijk zat. Dus ik zou zeggen, gewoon vragen. Ja, gewoon doen. Is toch leuk, is toch mooi? Ja. En als je het zelf niet kan, nou ja, hè? Gewoon doen, ja. Help haar ook een handje. Het is al zo'n moeilijke tijd. En de mensen die dit wel hebben, die kunnen dat makkelijk betalen. Want ze zijn nog goedkoper uit dan als ze naar een winkel gaan, hoor. Dat is altijd nog zo. Maar oké, jullie gaan even goed wel mee en we zullen het beleven. Ja toch? Ze zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei! Rijka. Rijka. Ja, zoals jullie zien, we zijn bij Mary aanbeland. En Rijka die legt lekker naast haar, want die heeft natuurlijk uiteraard al wat lekkers gehad van Mary. Dag Mary. Dag. Dag. Jouw ja. Haar zit toch wel ook nou geweldig, hè? Ja. Oh goh, is dat een Amerikus? Oh, wat zijn we mooi. Ga je zo mooi zitten. Oh, kijk je poot. Oh, gosje toch. Ach, gosje toch, hè? Ben toch mooi? Rijka. Wat doet dat? Kiepertje. Ja. Timmetje. Is dat nou, is dat Rijka? Is dat Rijka? Ja. Is Rijka, hè? Ja. Nou, wat is dat, Rijka? O jee. Hé? O ja, dat was een... Ja, weet je toen die met je filmt? Ja hoor, mezelf. Hé, ja hè. Ja, Tim. Hoe heet die ook weer, die vogel? Tim. Tim. Hallo, Tim. Ja. Hallo. Tim is in de ruim. Hij is al heel wat kwijt. Ja, maar dat, hij kan niet praten, hè, Tim? Ja, 's morgens. Alleen 's morgens. Mary, koffie.
het is een koekje, hè? Maar ja, ik heb ook een lekker bakje koffie voor mijn neus. En ik heb naast mij een cookie in een zakkie. Dus ja, die gaan we lekker opeten. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden. Ja, nee, dat is mijn cookie. Zeg maar, vrouwtje, hang jou maar op. Nou, daar staat nou wel niet aaien op, maar als ik dat eraf doe, dan voel je dat ruwe. En dat wil ik niet. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis zoals jullie zien. We zijn gezellig bij Mary geweest en ik heb ook voor Mary even een boodschap gedaan. En dat zijn 11 zakjes salmiaksnoepjes. Ja. Dat heb ik daar staan. Ja, 11 zakjes. Bij haar in Nieuwenhelder heeft de Vibra dat niet en hier in de stad weer wel. Dus ja, dan haal ik het toch voor haar hier. Simpel. Maar in ieder geval, ik kreeg ook een appje binnen van Karin. Ik zal even kijken wat dat is. Ik zit hier in de bende, want ik was aan het uitzoeken. Voorrader is om kaarten te schrijven voor de kerst. Want je wil toch iedereen wel een fijne kerst toewensen? Of wil je dat niet? Nou, ik wel. Ondanks dat achtelijke gedoe met die corona. Je wenst toch iedereen alles wat wenselijk is. En hopen dat het allemaal weer snel over is. Ja, we vinden het welletje zo daar, Rutte. En de rest van dat zootje daar. Doe normaal. Je had het gelijk in maart moeten doen. Dan hadden we er nu van afgeweest. Heb ik er net horen zeggen. Dus ja. Er wordt ook beweerd dat het nog erger gaat worden. Nou, ik weet het niet. Ja, we mogen geen kerst vieren. Nou, dat doen we wel. En nou gaat mijn neus lopen. Omdat ik net van buiten naar binnen kom. Dus ja. Ook dat nog. Even mijn neus schoonmaken. En nee, geen corona. Maar van buiten naar binnen. Zo. Voilà, ook weer klaar. Moet ik uitkijken voor een poezenbeest. Ja, en is je neusknopje weer niet goed. Ook dat nog. Zo, nou hopelijk wel en anders maar niet. Scheve dingen piezen ook. Maar in ieder geval, er gaat zoveel dingen, hoor je de ronden ingaan van over die dommige corona gedoe. Ik denk mijne ervan. Ik weet wat er ongeveer een beetje speelt, dus ja. Ze moeten ophouden. Punt. Laten we normaal doen. Punt. Gewoon normaal doen zoals we altijd al gedaan hebben. Punt.nl. Ja, verder ga ik hem niet meer over uitweiden vandaag. Ik wens jullie allemaal in ieder geval een hele fijne, liefdevolle avond toe. En nog een smakelijk eten voor diegenen die nog eten moeten. Ik ga zo meteen weer naar buiten toe, omdat ik nog koud ben. Maar Rijk kan me nog even wat het een en het ander doen. En ze is wel mee geweest, dat weten jullie. En ja, dan gaan we ook eten. En ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond. Voor later op de avond, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En morgen gezond weer uit je bed zien te komen. En wat morgen de dag ons brengen gaat, dat weten we geen van allen. Maar dat merken we dan. Ja toch? Ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!